Ja, ik zwem al sinds mijn 8e jaar. Ik ben wedstrijdzwemmer geweest. En de laatste jaren zwem ik graag in open water, meren. Via het mooie Google ben ik terechtgekomen bij de zwemclub. Ja, en daar zag ik de tocht Medemblik aan dijk. Ik denk, nou, die ga ik zwemmen. Het water was in het begin eventjes een beetje koud. Voor de rest was de temperatuur erg prettig. De golven waren zeker het eerste uur niet zo hoog. Ik heb het niet heel erg zwaar gehad. Het was wel even wennen, zo nu dan met de golven. Dan moet je natuurlijk toch met ademhalen net even iets geconcentreerder daarmee bezig zijn. Ik kreeg nu nog wel tips over het zwemmen. Daar moest ik nog even op letten. Dus, maar alles bij elkaar, ja, blijft het toch een goede inspanning. Ik ben ontzettend blij met mijn tijd. 2:07. Een kleine 6 kilometer gezwommen. Vooraf had ik hiervoor getekend en ik voel me eigenlijk gewoon heel erg goed. Ik ben door deze tocht ben ik toch wel geïnspireerd geraakt. En misschien is dit wel de bron om te gaan kijken of om een keer het hele IJsselmeer over te gaan. Want ja, ik hou van uitdagingen. Dit smaakt naar meer, absoluut. Dit ga ik vaker doen.